Goedendag, je kijkt naar de weersverwachting van weerplaatsen.nl. Boven Europa zien we een groot omvangrijk drukgebied. Het eh, echte centrum ligt helemaal boven het westen van Rusland. Maar ook bij ons kunnen we wel een kern in de buurt tekenen. Dat hoge drukgebied zorgt voor heel rustig weer in het westen en noorden van Europa en ook voor droog weer. Stralend zonnig is het nog niet altijd, want er trekt een zwak storingje over onze omgeving, die zorgt voor wolkenvelden. De meeste buien zijn gekoppeld aan een lage drukgebied bij het zuiden van Italië. En die buien die strekken zich uit tot een groot deel over Europa. En helaas komen die heel langzaam ook dichterbij. Maar dat is pas een vrijdag of zaterdag. Als we de boel in beweging zetten, zien we dat de luchtdruk bij ons hoog blijft. Dat er eigenlijk geen wolken in onze richting komen. En uh, ja, dat er dus ook geen regen komt. Stralend zondag weer woensdag, stralend zondag weer donderdag... En daarbij ligt de hoge drukkern boven het zuiden van Zweden. Dat betekent dus een oostenwind. En die oostelijke wind die gaat een steeds warmere lucht aanvoeren. En die warmere lucht komt vanuit het oosten onze kant op. Daardoor gaan de temperaturen omhoog. Vrijdag zien we het hoge drukgebied wat we naar het oosten wegtrekken. Dan begint de luchtdruk bij ons wel te dalen. En even vanuit het zuiden de kans op een bui toe. Zover is Stammen nog niet. We gaan eerst nog een paar schitterende nazomerdagen tegemoet. Vandaag is ook al niet onaardig. In het noordoosten zijn wat meer wolkenvelden. Daar kan een spatje vallen, maar op de meeste plaatsen is het droog. Vroeg het vroeg ook in het zuiden wolkenvelden, maar die trekken naar het zuiden weg en dan gaat ook daar de zon doorbreken. Vanmiddag hebben we dan in een groot deel van het land een zonnige periode. Alleen in het noorden en oosten zijn er meer wolkenvelden, maar ook daar breekt van tijd tot tijd de zon door. 20 tot 22 graden. En de wind die draait van noord geleidelijk naar oost, is in het binnenland vrij rustig. Azee kan die af en toe winkkracht 4 zijn. Vanavond ook eh, droge omstandigheden. De wolkenvelden trekken langzaam richting het westen en zuiden weg en in de loop van de nacht verdwijnen de wolken dan. Dan komen de brede opklaringen, kan weer nevel of een mistbankje ontstaan en het kwik daalt tot rond 11 graden. Hele rustige omstandigheden dus en dat zorgt voor een stralend zonnige woensdag. De zon schijnt volop bij een zwakke tot matige oostenwind wordt het gemiddeld 23 graden op de Waddeneilanden is het 21 graden. Zou zomaar eens kunnen zijn dat er morgen amper een wolkje aan de hemel te vinden is. En ook donderdag vol op zonneschijn en amper een wolk. Die aanvoer van warme lucht komt dan lekker op gang, waardoor het kwik stijgt naar rond 25 graden. En uiteraard droog weer. Vrijdag wordt de lucht langzaam wat vochtiger. Zoals gezegd, dan begint de luchtdruk wat te dalen en dan zou er lokaal een bui kunnen gaan vallen. Het zuiden en oosten maken daar de meeste kans op. Gaat ook voor zaterdag, dan zijn er meer wolken. De zon schijnt ook geregeld, maar er kan ook een enkel buitje vallen. En temperaturen gaan dan weer iets naar beneden tot rond 22 of 23 graden. En voor de langere termijn zien we ook dat de temperatuur op vrijdag zo'n beetje zijn zo hoogste punt haalt. Dan gaan we uitkomen in de buurt van de 25 graden. En daarna gaat het kwik heel langzaam weer naar beneden. Ja, eigenlijk uh, zakken we geleidelijk weer terug tot de normale waarde. En die is rond 20 graden halverwege september. Ik wens u een fijne dinsdag. Ik ben Michiel Severin van Weerplaza.